Maar eerst dit. Het is beroepsziekte nummer 1 in Nederland. Stress op de werkvloer. 1 op de 8 werknemers loopt met burn-out-klachten rond. Langdurige stress kan tot ernstige gezondheidsproblemen leiden en kost miljarden euro's per jaar. Zo direct de gevolgen in de praktijk, maar eerst de cijfers. Herman. Ja, werkstress veroorzaakt door te hoge werkdruk, pesten of agressie. Het kan leiden tot ziekte en uitval. Onderzoeksbureau TNO becijferde hoeveel dat jaarlijks kost. Werkgevers zijn zo'n 2,2 miljard euro kwijt aan verzuimdagen. En dat is dan nog exclusief kosten voor begeleiding, vervanging en productieverlies en dergelijke. Maar de kosten zijn nog hoger als je ziektebehandeling en uitkeringen meetelt. Bij elkaar genomen schat TNO de totale kosten van werkstress tussen de 4 en 5 miljard euro. 1 op de 8 werknemers, dat is ruim 12%, heeft last van burn-out klachten of zit thuis met een burn-out. In 2007 was dat nog een percentage van 11. En tenslotte vinden 1,3 miljoen werknemers dat de leidinggevende geen oog heeft voor hun welzijn. Mariel. Dankjewel, Herman. Ja, stress kost de samenleving dus miljarden per jaar. Volgens deskundigen doen werkgevers te weinig om het probleem aan te pakken. Op een bepaalde ochtend zag ik mezelf achter de computer zitten en een mailtje typen van sorry, ik moet toch even rust nemen, want die pieptoon in mijn oor wordt steeds harder. Je moet goed voor je vrienden zorgen, je moet goed voor je kinderen zorgen, je moet nog sporten 4 keer in de week en je moet ook nog eens een baan die mega veel geld en een dikke auto oplevert. Dat kan niet. Chronische werkstress kan mensen ook echt ziek maken. Er zijn relaties gevonden met hart-vaatziekten, met diabetes, met allerlei verstoringen van het immuunsysteem. Je gaat je niet snel ziek melden omdat je gestrest bent. Dat is bij, vooral bij werknemers is dat nog wel een beetje een... daar hebben ze het liever niet over, want dan kan je het werk niet aan. Hè. Honderdduizenden Nederlanders zitten tegen een burn-out aan. Ze hebben geen energie, weinig zelfvertrouwen en geen plezier meer in hun werk. In alle sectoren en bij alle leeftijdsgroepen komt burn-out voor. Zelfs bij mensen die van hun hobby hun werk hebben gemaakt. Wat een relaxte dag vandaag, hè? Ja, het weer helpt ook mee en de muziek van Radio Veronica. Ja, er waren natuurlijk al eerder signalen. Vaak conflicten met familieleden, in het verkeer ook. Niet kunnen wachten bij een stoplicht. Altijd ergernis als je in de file stond. Patrick meldt zich ziek, maar in plaats van beter gaat het alleen maar slechter. Je ziet eigenlijk achter iedere boom een spook. Als de deurbel gaat, dan schrik je al. De deurbel heeft sindsdien ook bij mij niet meer aangestaan. Omdat het onverwachte, daar schrik je van. Je gaat risicovermijdend te werk. Je probeert ieder risico uit te sluiten. Ja, dan sla je dood. Dat is inderdaad geen leven meer. Dat is overleven. Ja. Nee, dat was wel inderdaad een dingetje toen. En nu nog moet ik daarvoor voor waken. Dat ik niet denk van, weet je wel, alles bij het oude houden. En, Bij het voorkomen en behandelen van een burn-out is de rol van de werkgever cruciaal. Maar veel bedrijven weten niet hoe ze met werkstress om moeten gaan. Ik zie nog te vaak dat het wel wordt gesignaleerd. Maar dat dan vervolgens tegen werknemers met stressklachten wordt gezegd, nou, wij financieren voor jou een cursus stressreductie of mindfulness of relaxatietraining enzovoorts. Nou kan dat op zichzelf best helpen om je stressklachten wat in bedwang te houden. Maar het is natuurlijk symptoombestrijding. Het is niet het aanpakken bij de bron wat een werkgever eigenlijk zou moeten doen. Werkgevers kijken me aan van, is dat allemaal nodig? Moeten ze echt zo lang en zo intensief en... Dat snappen ze dan ook gewoon echt niet. Want ze hebben allemaal over het algemeen het idee, ga 2 weken op vakantie en dan is het wel weer goed. Maar dat is het dus niet. Masha Mooi werkte jaren als salesmanager op de Zuidas in Amsterdam. Ze kreeg een burn-out en helpt nu mensen die hetzelfde overkwam. Ander voorbeeld is een werkgever die dan een fruitschaal op de afdeling zet. Ja, neem een lekker appeltje of een mandarijntje, is goed voor de vitaliteit. Ja, met een appeltje of een mandarijntje kom je er helaas niet. Het kan ook anders. Deze chocoladefabrikant werd dit jaar uitgeroepen tot beste werkgever van Nederland. Met onder andere subsidies voor hardloopschoenen, elke week een gesprek over mogelijke stress, stoelmassages en nadruk op de teamspirit. Wat ik heel belangrijk vind is dat je uiteindelijk gewoon een club bent waar
gewaardeerd wordt als de dingen goed gaan. En we hebben hier de discoballen. En op het moment dat de dingen te vieren zijn, dan gaan de discolichten aan, dan gaat de boel draaien. En dan heb je je podium voor jezelf gecreëerd om te laten zien dat dingen werken. En dat is mega belangrijk. Je doet veel om stress te verminderen. Heeft dat nou ook een bedrijfseconomische reden om te zorgen dat je verzuim gewoon laag is? Nee, het gaat me totaal niet om de verzuimcijfers, maar ik wil wel winnen. Dus ik wil harder groeien en betere resultaten maken dan de rest. En natuurlijk, als jouw doel hoger is dan die van je concurrentie, dan moet je uiteindelijk een beter team hebben. En met een beter team houdt in dat je betere mensen hebt en houdt in dat je die betere mensen echt goed in hun vel zitten. En dat mensen die echt goed in hun vel zitten, die kunnen bergen verzetten. 1 op de 8 werknemers heeft dus last van burn-out klachten. Verzuim kost werkgevers 2,2 miljard per jaar. Ja, dat is veel. En ik hoop dan ook inderdaad dat ze, net als bij Radio Veronica, bij andere bedrijven ook gewoon goed op hun werknemers letten. Want je bent natuurlijk niet zomaar een getal, zomaar een kostenpost. Ik neem aan dat het bedrijf ook meer aan jou heeft als je langdurig inzetbaar bent dan dat ze even 2 jaar jou helemaal uitwringen. En dan op de vuilnishoop kunnen gooien. Want ja, als jij in de ziektewet terechtkomt, kost het bedrijf en de samenleving natuurlijk ook weer een hoop geld. Maar op het moment dat de druk te hoog ligt, is de allereerste reactie is gewoon dat er iets veranderd moet worden in die werkzaamheden van die figuur. En dat houdt niet in dat je een week naar huis moet en even rustig in de zon liggen en daarna kan je hetzelfde werk weer doen. Nee, dat is onzin. Dan ga je structureel aanpassen wat de verantwoordelijkheden van diegene zijn. Een werkgever zou eigenlijk in zijn eigen organisatie zelf heel goed in kaart moeten brengen in de werkinhoud, in de werkomstandigheden, in de werkverhoudingen, in de werk- en rusttijden, waar bronnen van stress liggen en die ook effectief moeten aanpakken. En dat gebeurt nog veel te weinig. Denk je dat je helemaal genezen bent van je burn-out? Ja, ik zou graag willen zeggen van ja, maar ik heb ook wel eens de vergelijking gehoord met een elastiek. Als die maar lang genoeg uitgetrokken wordt, op een gegeven moment is die toch minder flexibel en vatbaarder voor dingen als stress en te veel werkdruk. Dus ik denk niet dat je helemaal geneest van burn-out. Werkgeversvereniging ANWV zegt in een schriftelijke reactie dat werkgevers zich wel degelijk actief inzetten om stress aan te pakken. Maar, zeggen ze, de oorzaak is niet altijd duidelijk en ligt meestal in de privésfeer. Ook zouden werknemers het vaak lastig vinden om erover te praten. Straks.